Ik begrijp niet zo goed waarom kinderen onder de 12 jaar niet mogen knuffelen. Wat ik wel fijne regels vind is dat we 1,5 meter en niet iets van 3 of 4 meter, want dat is best wel veel. Het is toch een beetje vervelend om afstand te houden van mensen, want mensen zijn hele sociale wezens. Ik vind het ook wel slecht dat ze op Instagram heel vaak zulke video's posten dat ze er klaar mee zijn. De regels zijn er voor onszelf. Want anders krijgt iedereen corona. Welkom terug bij Sterker Door. We zijn vandaag te gast bij de Hogeschool Rotterdam op de Kop van Zuid. Op dit moment helaas een zo goed als verlaten schoolgebouw. Want het coronavirus is, zoals u weet, aan een nieuwe opmars bezig. Het is een van de plekken waar jongeren worden opgeleid voor een baan en daarmee kans op werk en een inkomen en een zeker bestaan vergroten. Maar hoe zeker is hun toekomst en die van anderen? Vandaag ga ik daarover in gesprek met onder andere wethouder Richard Moti namens de Partij van de Arbeid. Uw portefeuille is werk, inkomen, Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Onder andere hier een universitair docent sociologie en onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Marianne van Bokhoven. En als laatste gast vicevoorzitter bij Young 010 Tishana Martijn. Ik begin bij u, wethouder. We mogen je zeggen. Laat elkaar sorry. Ja, het is serious business. Om met de deur in huis te vallen. Vandaag presenteert het Rotterdams College de begroting 2021. Bij nader inzien, hè, met de berichten op maandagavond. Had je iets willen veranderen aan de begroting? Ja, de corona heeft een enorme impact op onze stad, op de ondernemers, op werknemers in onze stad. Maar de keuzes die het college heeft gemaakt en ook nu voorstelt in de begroting blijven eigenlijk overeind. We willen vooral doorgaan met investeren en Rotterdam sterker uit deze crisis laten komen dan dat we erin gingen. Ja, nou ja, het is duidelijk dat corona een flinke impact heeft op ons allemaal en vooral ook op de stad. Een belangrijke vraag is dan ook, hoe gaan we daar op lange termijn mee om? Waar gaan we in investeren? Kortom, waar gaat het geld naartoe de komende jaren? Nou, die begroting is net akkoord gegeven door het college en wij delen alvast met u de belangrijkste uitkomsten. Het Rotterdam van nu is een ander Rotterdam dan dat van begin 2020. De stad heeft de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt. En die lijkt nu gestuit door de COVID-19-pandemie. Met als gevolg een crisis die de lokale economie in het hart raakt. Met een verwachte krimp van 6,4% en een werkloosheidspercentage van 8,8%. Het aantal bijstandsuitkeringen groeide de afgelopen maanden en blijft toenemen. Ondernemers worden ondersteund en Rotterdam maakt extra kosten voor bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Achter deze harde getallen gaan de zorgen van Rotterdammers schuil. Veel gezinnen vragen zich af hoe ze hun welvaart kunnen behouden. Daarom wil het stadsbestuur de rekening van de coronacrisis niet neerleggen bij de bewoners van Rotterdam. Het stadsbestuur kiest ervoor om Rotterdam de crisis uit te investeren. Dit alles onder de noemer Rotterdam. Sterker door. Met een extra bedrag van zo'n 370 miljoen naast de investeringen die al gepland stonden. Dit geld wordt vrijgemaakt om door te blijven bouwen, te verduurzamen en om onze stad aantrekkelijker te maken. In samenwerking met Rotterdammers, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties zijn mooie projecten bedacht en in werking gezet. Ondertussen ondersteunt de gemeente daar waar dat nodig is. We sturen aan op extra investeringen op 3 belangrijke onderwerpen. Dit zijn 1. Fijn wonen. 2. Energietransitie en nieuwe economie. 3. Arbeidsmarkt en gelijke kansen voor iedereen. Fijn wonen. Doorbouwen is goed voor de economie en is de enige manier om het grote tekort aan woningen op te lossen. Bovendien heeft bouwen direct effect op de werkgelegenheid. De bouw van 6100 woningen wordt daarom versneld uitgevoerd. In Rotterdam-Zuid wordt de komende jaren 260 miljoen geïnvesteerd om het leven in de wijken te verbeteren op het gebied van onderwijs, wonen, werken, veiligheid en cultuur. Energietransitie en nieuwe economie. We investeren in een duurzaam en energiezuinig Rotterdam. Dat biedt nieuwe kansen en banen. Nieuwe banen die aansluiten bij een nieuwe economie.
Zo heeft de coronacrisis het belang van de combinatie van technische en medische zorg erg duidelijk gemaakt. Met bewondering en trots kijken we naar de leidende rol die het Erasmus MC in deze crisis speelt. Een positie die zij samen met TU Delft wil uitbouwen. Arbeidsmarkt en gelijke kansen voor iedereen. Als derde belangrijk onderwerp wordt er geïnvesteerd in gerichte scholing. Zodat Rotterdam kan herstellen en er niemand achterop raakt. Goed onderwijs, de aanpak van armoede en schulden en de vitaliteit van Rotterdammers staan voorop. Iedereen verdient een kans. Vanuit die gedachte is het Rotterdamse Scholingsfonds opgericht. Nog dit jaar komen 300 werkzoekenden in aanmerking voor een scholingsvoucher. Dit zijn mensen met een bijstandsuitkering, mensen van wie de WW binnen 3 maanden afloopt en jongeren die in 2020 een mbo-diploma hebben behaald en waarvoor er door corona bijna geen vacatures zijn. Dit zijn in grote lijnen de plannen van het stadsbestuur om Rotterdam uit de crisis te halen. Voor meer informatie www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl. De belangrijkste punten uit de begrotingen bij mijn wethouder Moti. Misschien een korte reactie op het filmpje, toch wel best wel veel informatie erin. Ja, het is heel veel informatie. Maar wat we de belangrijkste boodschap aan Rotterdammers is, wij als stadsbestuur kiezen ervoor om door te blijven gaan met investeren. Ja. We gaan niet heel hard bezuinigen. We gaan ook niet de belastingen voor ondernemers en bewoners fors verhogen. Nee, we gaan Rotterdam deze crisis uithelpen door te gaan met investeren. Door woningen te bouwen, door te investeren in de buitenruimte en door te investeren in mensen. Dat wil ik toch van u weten. Die inkomensongelijkheid, neemt die nou toe of valt het mee? Nou, die neemt helaas toe. Dat is de realiteit. Als je je baan verliest, dan heb je gewoon te maken met een inkomensachteruitgang. En daarmee neemt de inkomensongelijkheid toe. En vandaar dat we er dus echt voor hebben gekozen om zoveel mogelijk in te zetten om mensen weer aan het werk te helpen. Dat is de beste manier om ervoor te zorgen dat inkomens weer vooruit gaan. Maar op individueel niveau betekent dat niet altijd dat iedereen aan de baan geholpen kan worden, helaas. Helder verhaal. En we blijven investeren in al die categorieën die we net in het filmpje zagen. Investeren in werkgelegenheid. Dat is dus waar de stad Rotterdam op inzet. Er liggen heel veel plannen. Maar leveren die plannen meer werk op? Jet die ging dat uitzoeken en ging op pad met wethouder Bert Wijbenga. Bert, we staan hier nu op een van de 7 stadsprojecten. Dit ziet er nog niet heel mooi uit. Maar daar gaat verandering in komen, begrijp ik. Wat we doen, we maken van dit dak maken we een park. In de coronatijd zijn mensen veel meer thuis geweest. Ja. En veel meer in de buitenruimtes rondom het huis. Dus we hebben denk ik allemaal ervaren dat het hier goed en mooi moet zijn. En dat je hier vandaan niet per se de wereld over hoeft te vliegen. En er zijn dus 7 van dit soort plekken? Ja, er zijn 7 van dit soort plekken. Ze zijn allemaal weer anders. Die projecten leveren denk ik voor alle Rotterdammers een mooiere stad op. Mm-hmm. Maar het is tegelijkertijd nu een manier om veel werk te geven aan ondernemers en ZZP'ers. En werk wat ook naar de toekomst toe doorwerkt. Dus het is ook een economische investering. Ja. En ze geven allemaal de kans voor Rotterdammers om meer te genieten van de buitenruimte. Volgend jaar moet de eerste zichtbare verbetering er al zijn. En voor ieder project geldt dat er uitnodigingen komen voor wijkbijeenkomsten. Iedereen die enthousiast is, die kan gewoon mee gaan doen. Ik ga mijn groene vingers werken. Bert, lijkt me een goed idee. Doe het. Ja. Dankjewel, Jet. Rotterdam die zet dus in op investeren en het creëren van banen. Tegelijkertijd heerst er veel angst onder Rotterdammers. Dat zeg ik niet, dat blijkt uit onderzoek. Namelijk de heropening van de samenleving. Van onder andere dokter Marianne van Bokhoven van het Erasmus Universiteit. Welkom. Heb je maandagavond naar de persconferentie gekeken? Ja, zeker. Met mij heel veel mensen waarschijnlijk. Als universitair docent sociologie en onderzoeker verantwoordelijk voor dit rapport, de heropening van de samenleving. Met welke ogen keek je naar die berichten? Ja, als onderzoeker kijk ik ernaar en denk ik, in eind oktober gaan we nog weer een keer diezelfde vragenlijst aan mensen voorleggen. En gaan we onderzoeken hoe hun gevoelens, hun angsten en hun ervaring van de coronacrisis sinds juli weer is veranderd. Dus dan denk ik van interessant om het te blijven volgen. Als mens ben ik er wel somber over. En denk ik, wanneer kunnen we weer normaal verder met ons leven? Hoe groot is de angst?
Ja, er is ten eerste angst om besmet te raken. Ja. Of dat jouw naasten besmet raken. Die angst hebben we al gezien dat wat was afgenomen. Wie weet loopt dat nu ook wel weer op. Ja. Maar daarnaast is er heel veel angst voor verlies van werk en inkomen. Werk en inkomen. Ja. Jullie hebben onderzoek gedaan. De heropening van de samenleving. Wat is er precies onderzocht? Ja, we hebben de brede maatschappelijke impact van corona onderzocht. Daar maakt werk en inkomen een belangrijk onderdeel van uit. Maar daarnaast ook toegang tot zorg. In hoeverre is er onderlinge solidariteit tussen mensen? Hoe gaan mensen in buurten met elkaar om? Maar ook het mentale welbevinden van mensen en het vertrouwen in de overheid. Nou, zullen we eens langslopen? Dat zijn toch eigenlijk de bevindingen. Want ik ben heel erg benieuwd naar al die antwoorden op de vragen die je net stelde. Wat zijn jullie tegengekomen? Nou ja, wat werk en inkomen betreft zijn we tegengekomen dat corona bepaalde groepen heel hard treft. Ja. Tussen april en juli is de angst om baan te verliezen bij veel mensen wel wat verminderd. Maar bij ZZP'ers met name en mensen met een uitkering is er heel veel angst. Tegelijkertijd zie je bijvoorbeeld met zorg dat meer mensen weer naar de huisarts durfden te gaan. Ja. Dus we zien ook wel positieve veranderingen sinds april. We hebben de wethouder werk en inkomen hier. Ik ben dan wel benieuwd. Wat doet het met je als je baan verliest? Je hebt het onderzocht. Wat valt je op? Ja, je denkt in eerste instantie natuurlijk aan het verlies van inkomen. Ja. Hoe ga je nog rondkomen? Dat is voor veel mensen natuurlijk een heel belangrijke vraag. Maar daarnaast is werk veel meer dan alleen inkomen. Het geeft structuur aan je dag. Het is voor veel mensen toch een belangrijke bron van sociale contacten. En werk is ook een onderdeel van je identiteit. Dus wie je bent hangt deels samen met wat je doet. Dus als je baan wegvalt, dat doet wat met mensen, hun gevoel. Ja. Op basis van het onderzoek, ziet u bepaalde kwetsbare groepen ontstaan door corona? Ja, in het onderzoek maken we onderscheid tussen traditioneel kwetsbare groepen en nieuwe kwetsbare groepen. En traditioneel, dat zijn? Dat zijn groepen die altijd, die in Rotterdam, maar ook in Nederland vaak snel geraakt worden door crisissituaties. Ja. Dat zijn mensen met wat lagere inkomens, mensen met een uitkering, mensen met een slechtere gezondheid. En wie zijn daar dan bijgekomen? Ja, dat zijn die nieuwe kwetsbare groepen. Dat zijn wat groepen waarvan je het misschien niet zo snel zou verwachten. Ook mensen met middeninkomens die het nu heel moeilijk hebben. Die freelancers en ZZP'ers en een grote groep jongeren. Ja. Freelancers en ZZP'ers en een grote groep jongeren. Wat doet Rotterdam voor de mensen die bang zijn om in die categorie terecht te komen? Ja, we zien inderdaad dat deze crisis echt heel veel mensen treft. Niet alleen qua gezondheid, maar ook op de economische vlak. Jongeren, flexwerkers, ZZP'ers, dat is allemaal genoemd. En daarvoor kiezen we er juist voor om nu door te gaan met investeren. Zodat we zoveel mogelijk banen proberen te behouden dan wat te creëren. Dat aan de ene kant, maar ook door te investeren in mensen. Ja. De banen die er zijn, die moeten we ook met elkaar zo snel mogelijk proberen te grijpen. En daar is soms scholing voor nodig, omscholing, herscholing. En daar zetten we in deze begroting volop in. Volop in, ja. Je mag het eigenlijk niet zeggen, maar er zit ook schoonheid in de duisternis. Wat zijn de positieve gevolgen van de coronaperiode? Ja, we hebben dat mensen ook gevraagd. En wat je vaak hoort is dat meer solidariteit ervaren wordt tussen mensen. Of dat mensen bijvoorbeeld zeggen, ik voel me nog hechter met mijn familie. De crisis en vooral toen tijdens de lockdown, dat mensen ook een soort moment van rust en bezinning hebben ervaren. En nadenken over wat wil ik nou eigenlijk in het leven, wat is nou belangrijk in het leven. Dus dat zagen we wel terug. De vraag is dan wel, zien we dat in de breedte bij alle groepen terug? Of zijn dat de mensen die verder misschien wat minder geraakt worden door de effecten? Ja. Wat denkt u, meneer Moti? Nou, wat ik wel heel mooi vind is dat, wat mevrouw Bokhoven ook zegt, dat je wel ziet dat die onderlinge solidariteit echt nieuwe vormen ook krijgt. Ja. Ik was een paar weken geleden niet hier ver vandaan in de wijk Feyenoord. En daar ontmoet ik een jonge man, mee met Chan, 25 jaar. Die woont en is opgegroeid in Feyenoord. En die was met zijn eigen vriendengroep een eigen boodschappendienst met het uitdelen van voedselpakketten begonnen. Ja. En die is zelf langs ondernemers gegaan die hun producten niet meer konden verkopen, om die in te zamelen, om bij oudere buurtbewoners rond te brengen. En dat vind ik dan weer een heel mooi voorbeeld. Dat laat ook wat zien van Rotterdam. Hè? Geen woorden, maar daden. We gaan gewoon aan de slag en helpen gewoon onze buren. En dat zie je dan toch ook wel weer, dat dit soort mooie initiatieven juist nu loskomen. Fantastisch initiatief. En heeft te maken met ons volgende filmpje. Dankjewel, Marianne. Omscholen, daar gaan we het straks over hebben. Dat is een optie. Maar
het is niet zo makkelijk als dat het klinkt. Het is zelfs lastig om die keuze te maken. Breakdancer Pom Arnold die heeft het aan de lijve ondervonden. Stel, je bent een professioneel danser. Je hebt zelfs gedanst bij Cirque du Soleil. Maar dan in maart ligt alles ineens stil. En er komt ook nog een kleintje bij in je gezin. Wat kan je dan doen? Bij de pakken neer gaan zitten? Dacht het even niet. Want zo zit Pom Arnold zeker niet in elkaar. Ik had voor dit hele traject heb ik wel al ooit na zitten denken van oké, wat wil ik gaan doen in de toekomst? Tweede opkomst. Kan ik voor altijd blijven dansen of moet ik gaan zoeken naar iets wat meer zekerheid biedt? En nu ineens werd er aan je deur geklopt, hallo, ik ben corona en misschien moet je even een knoop doorhakken. Dus voor mij was het eigenlijk het moment om te zeggen van nou, dan is dit het moment om dat te gaan doen. Klap erop en gas geven. En wat heb je gedaan? Ik was in gesprek geraakt met een vriend van de stiefvader van mijn vriendin. Mm-hmm. Die heeft een stucadoorsbedrijf. En we hebben op een verjaardag een keer zitten babbelen en hij zei, joh, kom maar een keer meelopen. Stucadoor als danser? Ja, ik heb altijd iets met mijn handen willen doen. Omdat ik heb wel eens geprobeerd om in een office te zitten. Als danser? Als danser. Ja, ja. En dan wiebelende benen en ik moet echt bewegen. Wauw, dat is echt... Dansen is natuurlijk door. Ja. Ik was in het begin voor mijn gevoel een danser die stukte. En nu ben ik gewoon een stucadoor die kan dansen, voor mijn gevoel. Oké. Okay. Ja, je moet je heel humble opstellen en je komt daar, je weet helemaal niks. Terwijl je ergens vandaan komt waarvan je juist aan de top van je game was. Dus dat is best wel humbling geweest voor mij. Ja. Zet je ego opzij en zet je venster open. Ja, doe die blauwe brief, blijf binnenkomen. Dus die moet ook opgemaakt worden en betaald. Dus je moet ook de deur uit en zorgen dat geld binnenkomt. Ik denk dat dat gewoon belangrijk is. Wijs danser. Ja. Stukken danser, ja. Hè? Ja. 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 Mooi man. Prachtig. Wiebelende benen op het stucadoorskantoor. Wethouder, wat vinden we hiervan? Ja, ik word hier wel blij van. Ja. Okay, het is begin natuurlijk heel triest. Hè? Iemand die graag in de artistieke sector zijn brood wil verdienen, maar dat nu door de crisis niet kan. Ja. En dat zijn er heel veel van, helaas. Want de artistieke sector ligt ook gewoon, heeft het heel zwaar op dit moment. Maar ik vind het wel mooi dat zo'n Pom dan echt de veerkracht toont. En laat zien dat hij meer kan. En nu ook echt door middel van scholing een heel andere sector ingaat. Waar heel veel baankansen liggen. Maar het is niet zo makkelijk als het ook hem lijkt af te gaan. Nee. Hè? Want het is hem gelukt. Kun je daar wat over zeggen? Want ik heb niet de indruk dat voor iedereen even makkelijk is. Nee, het is zeker niet makkelijk. Kijk, als je gewend bent om iets te doen. Dan is het heel moeilijk om ineens naar een andere sector te gaan. Vandaar dat we als gemeente Rotterdam ervoor hebben gekozen om een scholingsfonds op te richten. Het Rotterdam Scholingsfonds. Waar we mensen die zich willen omscholen voor een sector waar nog baankansen zijn. Zoals de bouw, techniek of zorg. Wij een bijdrage leveren om die scholingskosten te betalen. Maar niet alleen de scholingskosten, we begeleiden ze ook. Voor wie zijn die scholingsvouchers nou eigenlijk bedoeld? Eigenlijk zijn de scholingsvouchers bedoeld voor mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt. Of mensen die hun baan dreigen kwijt te raken. In de begroting die we vandaag hebben gepresenteerd, hebben we ruimte gemaakt voor 10.000 scholingsvouchers. Dus we kunnen daar echt nog even mee aan de slag van €2.500 maximaal. En iedereen die zich wil omscholen voor een sector waar er veel vacatures zijn, kan daarvoor in aanmerking komen. Eigenlijk hebben we het dan over onze volgende gast, mevrouw Sema Kaplan. Hallo. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Je bent werkzoekende. Ja, klopt. Nou, was je lang op zoek naar werk? Zeker. Midden juli ben ik werkloos. Ik zit in de WW. Ik heb wel overal gesolliciteerd als onderwijsassistent. Maar helaas, vanwege de corona wachten ze allemaal op zijn subsidie. Dus ik krijg allemaal afwijzingen. Maar ik ga gewoon door met solliciteren. Ja. En daarnaast mijn opleiding leraar ondersteunen. Ja. Vertel eens hoe je in contact bent gekomen met het scholingsvouchertje. Via mijn man, netwerk. Hij heeft de scholingvoucher gezien en heeft mij gelijk verteld. Zodoende ben ik op de scholingvoucher terechtgekomen en gelijk aangemeld voor een opleiding. In november start ik met de opleiding. Wow, dat is een fantastisch nieuws. Ja. Wat voor werk zou je willen doen? Met kinderen werken in het onderwijs. Ik heb anderhalf jaar zelfstandig voor een klas gestaan. Ja. Maar vanwege helaas budget is mijn contract niet verlengd.
Dus ik wil graag mijn hart ligt bij kinderen in het onderwijs. Zeg maar, als ik jou eerlijk mag vragen, hè, er zijn natuurlijk veel mensen die misschien nu kijken en denken, ja, dat wil ik ook, maar het zal wel niet voor mij gaan. Wat is je advies aan hun? Ze moeten de kans nemen, hun dromen waar laten maken, gewoon ervoor gaan. Ja, meneer Moti, dat voor gaan, hè, hoe makkelijk is het? Hè? Want mensen denken alvast, nou, dit is te duur of dat geldt niet voor mij. Kunnen ze dat ergens zoeken, vinden? Ja, zeker. Op de website van de gemeente Rotterdam. Of kun je gewoon naar het Rotterdam Scholingsfonds zoeken. Je kunt jezelf aanmelden. We hebben wel een aantal criteria waar je aan moet voldoen. Welke zijn dat? Eén, we willen wel de scholingsfoutjes alleen uitdelen aan mensen die echt gemotiveerd zijn. Oké, dat is duidelijk. Dat is één. Want we gaan het niet zomaar gratis weggeven. Ja. Twee, je moet scholing volgen voor een sector waar kansrijke beroepen zijn. Ja. We gaan niet iemand scholen voor een langer verblijf in de uitkering. Ja, dus precies. Er zijn beroepen waar vacatures voor openstaan. Ja. Is een hele belangrijke. En drie, wat we ook belangrijk vinden, is dat het moet leiden tot een erkende diploma. Ja. En we geloven ook echt dat met dat kleine steuntje in de rug, we heel veel Rotterdammers daarmee kunnen helpen op weg naar een duurzame baan. En we helpen daarmee ook de samenleving. Dus met het scholingsfonds gaan we twee vliegen in één klap slaan. Opgeven dus. Dan kom je misschien ook voor de klas te staan, net als Semma. Dankjewel voor je bijdrage. Graag gedaan. Wie voorlopig nog niet aan werk hoeven te denken, zijn deze jonge Rotterdammers. Wel hebben ze vragen over corona en ze denken graag mee met de stad. Nou, ik vond het wel een beetje eng dat er ineens een virus in Nederland was. Dus ik schrok wel een beetje. Ik vond het spannend, want mijn opa en oma die zijn oud en als die corona kregen, zou heel eng zijn natuurlijk. 1,5 meter. Elke keer als bijvoorbeeld iemand hoest, als ik dan wel buiten zou lopen, dat het meteen is een beetje van, als je verkouden bent, moet je thuis blijven. Toen de scholen weer begonnen, vond ik het best wel spannend. Ik had ook een uitje met de klas, waar we heel erg naar hadden uitgekeken, maar dat ging dus ook niet door. Want anders krijgt iedereen corona. En dan zijn er nog maar 10 of 20 of 100 mensen op de wereld. Beste stadhuis, ik heb ook een idee. Dat is als je nou een apparaatje maakt waarmee je, als je geen 1,5 meter afstand houdt, dat dat dan een bliepje geeft voor in de scholen. Dat is een heel goed idee. Volgens mij bestaat er ook al zoiets, als ik mij niet vergis. Alles wat kan helpen om veilige afstanden tot elkaar te houden, moedig ik vooral aan. Kan het Songfestival volgend jaar nog veilig gehouden worden in Nederland? Nou, wij gaan er natuurlijk keihard aan werken om het Songfestival gewoon door te laten gaan. Wij hebben allerlei verschillende scenario's waar we rekening mee houden, van heel veel publiek tot aan een Songfestival met heel weinig publiek. Maar dat het doorgaat, dat is 100% zeker. En onder welke omstandigheden dan ook, we gaan er gewoon met z'n allen een heel mooi feest maken voor allemaal. Waarom zitten we nu niet in lockdown en mag ik nu gewoon wel naar school als er nu meer coronabesmettingen zijn dan in de lockdowntijd? Zolang het veilig kan, dan is het de bedoeling dat jullie zoveel mogelijk gewoon naar school gaan. Dat is ook het allerleukst, want dan ontmoeten jullie je docenten, je vriendjes en vriendinnetjes. En ik ben ervan overtuigd dat je op school toch echt het meeste leert. Maar we hebben natuurlijk ook met onze gezondheid te maken en dat is ook heel belangrijk. Dus als het echt niet anders kan, ja, dan gaan we weer het thuisonderwijs organiseren voor jullie. Maar zolang het kan dus, zolang het veilig kan, zoveel mogelijk naar school. Mijn vraag aan het stadhuis, komt het nog goed? Nou, kon ik daar maar volmondig ja op zeggen, maar ook ik kan helaas niet de toekomst voorspellen, dus ik weet het gewoon niet. Maar ik ben ervan overtuigd dat op termijn het zeker goed gaat komen. We werken nu met z'n allen wereldwijd hard aan een vaccin, aan een medicijn. En dat moet uiteindelijk ervoor gaan zorgen dat we ook echt het coronavirus met z'n allen onder de knie gaan krijgen. Dus ik ben optimistisch. Ik weet zeker dat het weer goed komt. Maar hoe lang het gaat duren, dat is nog heel moeilijk te zeggen. Man, suggesties voor apparaatjes met bliepjes als we geen afstand houden. Meneer Moti, moeten we deze jongeren niet heel snel aan het werk, zodat we ze kunnen gebruiken? Zeker, wat ik wel leuk vind, is dit soort ideeën helpen ook. Hè? Ja. Want je moet met elkaar in gesprek gaan. En dan komen de beste ideeën naar boven. Het is interessant, het is natuurlijk in de politiek vaak over jongeren gegaan. En het brengt me bij mijn volgende gast, vicevoorzitter van Young 010. Iets ouder dan de jonge Rotterdammers van net, maar wel heel erg bezig met de thematiek. Tishana Martijn, welkom.
Ja, dank je. Wat is Young 010? Young 010 is de officiële jongerenraad van Rotterdam. We bestaan uit een enthousiaste groep jongeren tussen de 13 en 23 jaar. En we adviseren, ongevraagd of gevraagd, het college van bestuur. Dus dat zijn de wethouders en dat is de burgemeester. Ongevraagd, dus dan krijgt Moti telefoon van, yo! Nou, telefoon niet, maar wel gewoon een net advies inderdaad, ongevraagd ook. Ja. Wat ligt er op je tong? Wat speelt er? Op dit moment over het algemeen is het zo dat wij bij de jongerenraad zitten omdat we jongeren een stem willen geven. Voelen ze zich ongehoord? Mag ik best zeggen hoor, als het zo is, want dat hoor ik wel eens. Ja, ik denk dat het verschillend is per jongere. De ene jongere die zit bijvoorbeeld bij een buurtcommissie of die is ook lid van een jongerenraad, dus die weet dat denk ik iets makkelijker op te zoeken, dus die kan zich iets makkelijker uitspreken. Maar er zijn ook inderdaad heel veel jongeren die dat wat lastiger vinden, die misschien de kloof tussen, zal ik maar even zeggen, de mensen die het bestuur maken en de stad zelf, die vinden dat wel heel erg groot en die kunnen zich dan ook niet gehoord voelen. Meneer Moti, kijk, u zit hier toevallig als vertegenwoordiger, nee, niet toevallig, maar je kan ook niet alle problemen oplossen. Snap je iets van de kloof waar zij het over heeft en het gevoel van ongehoord zijn? Ja, zeker. En ik hoor dat ook zelf. Ik heb toevallig de afgelopen weken een paar middagen vrijgemaakt om met groepen jongeren in de wijk een dialoog te starten. Ja, ja. En dan hoor je toch echt wel vanuit hun belevingswereld hoe zij nu in welke situatie zij zitten. Ja. Er zou een jongerentop komen. Ja, dat klopt, ja. Maar de maatregelen van maandag hebben een beetje roet in het eten gegooid. Ja. Laten we zeggen dat we nu op camera hebben dat die top er komt. Dus daar kan niemand onderuit. Maar wat ligt daar op tafel? Wat is wat jullie betreft belangrijk om daar te bespreken? Wat we eerst hebben gedaan is we zijn echt de wijken ingegaan en daar hebben we grofweg 15 gesprekken gehouden. En de thema's die nu echt onder jongeren spelen, dat is toch wel maatschappelijke ongelijkheid die ook nu toeneemt. Dat is onderwijs. Hoe ga je om met online onderwijs? Hoe ga je om met de structuur die wegvalt? En dat is ook het toekomstperspectief. Hè? Hoe ga je om met die onzekerheid? Hoe ga je ermee om als je bijbaan wegvalt? Dat zijn allemaal verschillende verschillende onderwerpen die we belangrijk vinden. Daar zit ook nog mentale gezondheid in. Wat doet het met je corona? Wat doet het met je als je misschien minder contact hebt met vrienden? En hoe ga je daarmee om? Dus dat zijn zeker belangrijke onderwerpen die we echt willen bespreken. Ja. Waar kunnen mensen zich aanmelden? Dat kan op www.jongerentop010.nl. En ik moet er ook bij zeggen dat die jongerentop, ondanks dat die wordt uitgesteld, dat we heel erg hard werken zodat die toch door kan gaan. Want we willen jongeren in Rotterdam gewoon een stem geven. Daar gaan we voor staan. We houden gewoon die adviezen vast. En die gaan we zeker als jongerenraad voorleggen aan het stadsbestuur. Dus dat komt zeker goed. Meld je aan www.jongerentop010.nl. Tiziana Martijn, met als getuige de heer Moti. Ja, zeker. Het is gezegd en geschreven. Ik wil jullie beiden bedanken, ook voor de komst. En ook alle andere gasten voor de komst naar de studio. Maar jullie ook vooral voor het kijken. Ik wil de Hogeschool Rotterdam bedanken. En jullie goede gezondheid wensen. Hopelijk tot de volgende keer in Rotterdam. Sterker doen.